Surfers for Surfers maakte eerder al een reis naar Sri Lanka. In maart volgt er een nieuwe trip, deze keer naar Peru. Wat gaan ze daar doen en waarom is surfen zo belangrijk? Ja, heel veel. Het is een groot onderdeel van mijn leven. Dus dat zijn alle jongens die binnen deze organisatie werken, maar ook eraan meehelpen, weet ik zeker dat die dat ook zijn. Het is gewoon een levenswijze. En voor mij heeft het bijvoorbeeld toen ik jong was geholpen dat ik... Dat ik van mijn astma afkwam, dat ik minder agressief werd. En tot nu, waarbij ik gewoon heel veel geniet van elke dag dat ik weer kan surfen. Wat doet Surfers for Surfers? Het is een heel ruim begrip, maar in principe helpen we met de spullen die wij als Nederlandse surfers doneren en niet meer gebruiken. Brengen we naar andere landen. We hebben ook nog van de donaties van gewoon particulieren. Weet je, elke surfer hier in Nederland, die zijn oude pak, vroeger gooide hem weg. En nu gaan ze in een grote bak en dan worden ze daar gerepareerd en worden ze weer hergebruikt. Wij hebben nu 500 pakken van Joby gekregen en die gaan naar Peru. Wat heeft Peru daaraan? Want wij denken natuurlijk aan een warm land waar we allemaal wel heen op vakantie willen. Peru heeft een gemiddeld klimaat, dus het is niet bloedheet, maar het is ook niet ijskoud. De afspraak die we met Joby hadden was dat het niet in Europa mocht blijven en naar Amerika mocht gaan. Midden-Amerika, Peru. Ze krijgen dus van ons zomerpakken. Shorties zijn pakken met korte benen, korte mouwen. En het zijn mensen vanaf kinderen tot 50 jaar. Dat komt omdat we nu dus een aantal organisaties gaan we die pakken brengen. Daar zit een organisatie tussen met disabled, invalide mensen, met syndroom van Down. Maar er zit ook een organisatie tussen die Favela Kids helpt met surflessen. Mits zij goede cijfers op hun rapport hebben staan. Nu gaan wij weer mee, maar dat betekent niet dat we zo altijd bezig zullen blijven. Want iedereen die iets voor Surfers for Surfers wil doen, die kan daar gewoon in meedoen. Ook al ga je op vakantie naar weet ik veel wat, je ziet iets, je hoeft ons maar te mailen of te bellen. En je kan het zelf op gaan starten.